Tractor Pulling TV wordt mede mogelijk gemaakt door Van den Brink Hoogwerker en Kraanverhuur. En kijk voor meer info op www.brinkkraanverhuur.nl. Administratie en urenregistratie tijdrovend? Niet met Bron. Doe waar je goed in bent. Dan doen wij de rest. Zeg, dan wordt Peter de Vos de start daar, hè. Als die muziek weer klinkt, dan gaan we de proberen. Met een V12 gaan proberen na allerlei kleine aanpassingen. Het gaat over de timing van de motor, brandstofhoeveelheden. Hier in de proeftrek natuurlijk weer van de gelegenheid gebruik maken. De powerliner in de proeftrek. Erik van Wamen achter de pedalen. Dat is eigenlijk laat je even om, want het is achter Gertsalots tegen alle regels in. Gaan wij met de Scania van Van Denzen de tweede proeftrek leiden. De laatste wedstrijd uit moet komen. Maar er zit zoveel in, te veel onderdelen. Dat is het probleem. Het is weer goed lopen, hè? Net als bij Maarten. Jazeker. Hij wil het onder tot de baan lopen met al doen, hè? Het is meer binnen betekent dat wij hier op het radenplaatje van een gelijknamig bedrijf. Volgens mij meer dan 25 trucks in de vlot. Hier de coördinatie van Maarten. Om op zijn knieën te drukken. En nou, dat lukt eigenlijk maar amper, maar een feit is. En die mannen willen natuurlijk ook bij de eerste vier zitten nu, zodat ze Van Dijk klaar staan om hier te gaan aanhalen. Maar als het gaat over het gelijk oprijden, het heeft er alles schijn van. Van Dijk! Nee, zijn dat. Doet wat er wel in verwacht wordt. Onder een 7,21 meter geloof ik eerste plaats. Denk ik. Ja, aan deze kant is die keuze niet, omdat het mooie verschil dat deze Volvo nog wel degelijk exact 16 liter groot is. Hier is voor wedstrijd het goede gevoel bij Zoek. De tuin is aangepast om volgens mij aan de knock-outs te stoken. Dus we gaan eens even luisteren naar de eerste Iveco V8. Van vergelijken met bijvoorbeeld ook een Ironman, of niet alleen voor Ironman, maar geldt ook voor deze van Dodeweert, waar het ja, in de werkplaats, de grote tweede competitie, die deed dat juist in. Oh, in de korte snelheid, van de snelheid. Deze wedstrijd even een reisje naar Brabant, hè? Uit Stroef Powerline. De V12 en het rechterhandje en linkervoetje van Erik van Wamen. Here we go! Ja,
70-68. Dan kunnen we deze ook wel een stukje naar voren zetten trouwens. De veerworpen afstand van Lummelsen rijdt zich naar een vierde plaats. Ik ben dus een goede zaak bij de Jong Special. Naast de andere hang, hè? Ja. Van Linden! Ja. Tweede proeftrek die overgaat. Roy heeft tweede gelegenheid om ons dit data te verzamelen. Te rijden voor de gene. Ik denk dat we hem geen prijs uitreiken. Ik heb Lara en ik heb net bedoeld. Je hebt een veel groter team, maar je ziet ook iedere keer wel eens Harry. Tijdje te strak, tijdje te licht en hij doet het niet. En we moeten wat er aan de zorg dat we hier net even iets ander beeld opleveren aan de weinige van de dag. Zijn tand vreselijk. Die brengen het wel een halve sleutel verder als de eerste in de finale. Dus daarmee wordt in dit geval de Leiders Zandzak verlegd. In dat plaatje erbij is Lijn van de Vogtie. We zijn voor misschien ook wel aan het einde van het seizoen nog bovenaan het lijstje te staan. Maar ja, wat snelheid maken, of gaat hij hem tot het uiterste tak in de razenbril. Thank you.
laten zetten dat hij dat ook gewoon in dezelfde bestelling deed als in de kwalificatie. En eens kijken wat de collega's gaan doen. Eerst kijken wat er staat op dit moment. Gens al wat ten opzichte van de rest. Klaar! Even het terugzakken van de drugs, even het leunen in de regelaar. Ik eerst even mijn mond leeg, joh. Gaan wij met Glenn Pleasen. Probeer of dat snelheid en vermogen van deze finale perfect gaat samenvallen. Het is lekker als je vanavond thuis komt. En dan hangt er thuis keurig in bij. Dus neemt je even langs het publiek en dan zijn ze zelf kop. Helaas kan het goed. Tractorpooling TV wordt mede mogelijk gemaakt door Van den Brink Hoogwerker en Kraanverhuur. En kijk voor meer info op www.brinkkraanverhuur.nl. Administratie en urenregistratietijd rovend? Niet met Bron. Doe waar je goed in bent. Dan doen wij de rest.